Kazachstan. Het 8 na grootste land ter wereld is. Dat is echt waar. En ook wel lachen. Dat Kazachstan het enige land is van die 8 dat niet aan een zee grenst. Want de Kaspische Zee, daar ligt die wel aan, maar dat is officieel een meer. En iedere boot die dus in de Kaspische Zee ligt, is er of per vrachtauto naartoe gebracht, of hij is gewoon gemaakt aan de kant van de zee. Want je kan er dus niet uit. Het is niet een zee zoals de zee in Nederland waarmee je naar Engeland kan varen. En dan vervolgens naar Amerika. Je kan nooit uit de Kaspische Zee, dus eigenlijk is het een meer. En wisten jullie bijvoorbeeld ook dat het gebied waar ik nu fiets, dat de steppen is? En dat je daar voor hele lange stukken gewoon helemaal niks vindt? Kijk maar eens. Er is gewoon helemaal niks. Het is gewoon echt helemaal niks. Ja, behalve weer een paar kamelen. En voor mij rijden en verder een auto. Meestal een vrachtauto. En nou ja, dit is het gewoon. Er is hier verder helemaal niks. En het is al de afgelopen 40 kilometer zo. En het is zo koud dat ik handschoenen draag. En ik heb nu een jas, een lange mouwen shirt, een korte mouwen shirt, nog een korte mouwen shirt, een thermoshirt en een hoge fietsbroek aan. En dan heb ik ook nog 3 paar sokken aan. En ik fietste net, zoals jullie zagen aan het begin, ook nog met een windvanger, zodat mijn gezicht niet bevriest. En ik moet nu echt de telefoon gaan neerleggen, want ik kan het niet meer vast aan mijn vingers bevriezen. Doei!